Het EcoRunner Team, dat is een studentenproject van de TU Delft. En wat wij proberen te bereiken, dat is om met zo weinig mogelijk energie zo ver mogelijk te rijden. Op het equivalent van 1 liter benzine kunnen we 5500 kilometer rijden. Dus dat is van Delft naar Dubai op 1 liter. En dat doen we door alles te optimaliseren. Er past hier ook maar een persoon van 1,60 meter in. Iemand groter en dan past de kapper niet meer op. En het totale weerstand van de EcoRunner zelf, dat is vergelijkbaar met het gewicht van een mobieltje om die op te tillen. Zoveel kracht is er nodig om de EcoRunner met 25 km per uur te laten rijden. Zo speciaal is dat ze erg lichtgewicht zijn. En het materiaal dat er gebruikt wordt. Wij maken gebruik van koolstofvezel. En daardoor wordt het een erg licht wiel. Deze wielen die we nu hebben gemaakt, die zijn nog iets te zwaar. Die zijn 1,6 kilo. Maar wij gaan de komende 3 weken nog bezig om 2 nieuwe wielen te maken. En dan hopen dat ze 1,2 kilo gaan worden. Bij de auto, als daar gewicht wordt bespaard, bespaart 1 kilo. Daar rijden we 28 kilometer verder mee. Maar voor de wielen is dat nog ietsje meer, omdat het allemaal ronddraait. Dus bij de wielen zal het nog iets meer zijn wat we besparen. De voorophanging die verbindt eigenlijk de 2 wielen met de body. En die zorgt er eigenlijk voor dat de krachten zo goed mogelijk worden overgedragen. En dat de stand van de wielen zo min mogelijk vervormt. Want als de wielen een beetje een andere stand krijgen, dan heb je daardoor veel meer rolwrijving en daardoor rij je veel minder efficiënt. Ik heb heel erg goed moeten samenwerken met Niels die de wielen heeft gemaakt. Om ervoor te zorgen dat alles zou passen in de body. En daardoor leer je ook dat het echt om hele kleine afstanden gaat waarop alles moet passen. Bijvoorbeeld de remklauwen zitten 1 mm van het wiel af. Dat is echt best wel tricky. Vorig jaar hebben wij standaard remschijven gebruikt van staal. En dit jaar hebben we zelf aluminium remschijven ontworpen die per stuk 50 gram ongeveer lichter zijn dan vorig jaar. Dus dat is voor de remmen al een besparing van 100 gram dit jaar. Ons doel van dit project is vooral om de wereld laten zien dat het zuiniger kan. En ook een boodschap naar de autofabrikanten sturen van wij als een team van 20 studenten kunnen al een auto bouwen die zo zuinig kan zijn. Waarom kan de autofabrikanten dan niet een auto ontwerpen die al 1 op 100 kan?